Maar ze zegt ook dat Nederlanders net iets minder kinderen krijgen dan ze zelf graag zouden willen. En daar kan de politiek volgens haar wel wat aan doen. Die bestaanszekerheid waar meneer Omtzigt de mond van vol had, maar waar ik in het regeerakkoord nog te weinig van terugzie. Dus goede banen, vaste banen, goede huizen, goed betaalde banen al vroeg. Kinderopvang die beschikbaar is en toegankelijk voor iedereen en van hoge kwaliteit. En die vandaag, Lammert, gaat over iets uit de HJ Schoollezing van Pieter Omtzigt. Ja, klopt. Daar stipt hij een aantal zaken aan waar de overheid volgens hem te lang mee heeft gewacht. En een van die dingen is het migratiesaldo. Luister maar even. Tot 2014 is de natuurlijke bevolkingsgroei veel groter dan het migratiesaldo. Dat drijft de bevolkingsgroei. Maar in de jaren na 2014 is de verhouding volledig omgekeerd. Oké, dus de afgelopen 10 jaar is de natuurlijke bevolkingsgroei kleiner dan het migratiesaldo. Ja, dat is wat hij hier inderdaad zegt. En we gaan het checken. We begonnen bij het CBS. Ruben van Galen is daar onderzoeker. En hij ziet het aantal gepensioneerden de komende 15 jaar flink toenemen. Als we geen immigratie zouden hebben, zou de bevolking stelselmatig krimpen. Dus je kunt ook zeggen, nou, je gaat bepaalde werkzaamheden gewoon in Nederland niet meer uitvoeren. Dan kan je ook toekomen met minder arbeidsmigranten. Daar moet je dus serieus naar kijken. Wil je alles nog laten doen wat we op dit moment doen? Oké, dus zonder immigratie krimpt ook onze economie. Maar we zijn toch niet het enige land dat hiermee te maken heeft? Nee. Politicoloog Saskia Bonjour van de Universiteit van Amsterdam zegt dat meerdere Westers-Europese landen deze trend zien. Onder andere België. En daar zit politicoloog Laura Jacobs van de Brusselse Universiteit ULB. Zij ziet dat dit een steeds groter issue wordt, vooral in Vlaanderen. Met name vooral het Vlaams Belang, die kan worden gezien als de belangrijkste eigenaar van het migratiethema, dat die partij natuurlijk zeer goed scoren. Dat is iets wat we in 2024 hebben gezien, maar het is iets dat zich zeker ook al is moet doorzetten sinds 2019 en sinds 2018, dus de vorige lokale en ook de vorige federale verkiezingen. Dus er wordt zeker sterk ingezet ook op het thema migratie, niet alleen door die anti-migratiepartij. Oké, in België zijn ze dus ook veel bezig met dit thema. Is dit wel iets waar de politiek zich bezig mee moet houden? Ja, nou, dat hebben we dus voorgelegd aan Saskia Bonjour. Zij vertelt in hoeverre de politiek überhaupt invloed kan hebben op de gezinsvorming en geeft ook wat voorbeelden. Het is niet aan de politiek om te bepalen hoeveel kinderen mensen krijgen, in de zin van of ik of jij 1 of 3 of 5 kinderen willen, dat mogen we zelf bepalen. Dat is ook een mensenrecht om ons eigen gezinsleven vorm te geven zoals we het zelf willen. En dus beleid zoals dat in China wordt gevoerd van je mag er niet meer dan 2 of zelfs 1. Nee, dat kan niet, dat mag niet. Maar ze zegt ook dat Nederlanders net iets minder kinderen krijgen dan ze zelf graag zouden willen. En daar kan de politiek volgens haar wel wat aan doen. Die bestaanszekerheid waar meneer Omtzigt de mond van vol had, maar waar ik in het regeerakkoord nog te weinig van terugzie. Dus goede banen, vaste banen, goede huizen, goed betaalde banen al vroeg. Kinderopvang die beschikbaar is en toegankelijk voor iedereen en van hoge kwaliteit. Ja, dus als er een goede bestaanszekerheid is voor iedereen, dan krijgen we met alle baby's en is het probleem opgelost. Nou, dat klinkt mooi, maar zo is het niet helemaal, zegt Van Galen. We bereiken nu het punt dat we meer 65-plussers hebben dan 20-minners. Dus het aantal gepensioneerden neemt toe, gewoon simpelweg. Omdat grote generaties die vanaf 45 zijn geboren, zeg maar van 45 tot 1975 ongeveer, ja, die worden allemaal ouder. Dat zijn gewoon heel veel mensen. Die zijn op dit moment voor een deel nog actief op de arbeidsmarkt. En die stromen gewoon de komende 15 jaar uit. En als we geen immigratie zouden hebben, zou de bevolking stelselmatig krimpen. Dus je kunt ook zeggen, nou, je gaat bepaalde werkzaamheden gewoon in Nederland niet meer uitvoeren. Dan kan je ook toekomen met minder arbeidsmigranten. Daar moet je dus serieus naar kijken. Wil je alles nog laten doen wat we op dit moment doen? Ja, en er moeten bijvoorbeeld dan ook meer leraren bij komen. Daar hebben we ook al niet zoveel van. Oké, conclusie. De afgelopen 10 jaar is de natuurlijke bevolkingsgroei kleiner dan het migratiesaldo. Klopt dat? Ja, Van Galen daarover. Nee, dat klopt. Vanaf 2015, 16 is het migratiesaldo fors omhoog gegaan. In 2022 was het extreem door de oorlog van Rusland in Oekraïne. En het is afgelopen jaar weer wat gedaald. De afgelopen jaren hebben we een heel hoog positief migratiesaldo zeker. En een dalend kindertal helemaal. Ja, en onze natuurlijke bevolkingsgroei krimpt op dit moment. En het migratiesaldo is een stuk groter, dus het is een feit.